Aqua wordt uitbundig gevierd in Suriname. Palmentuin is een van de locaties waar het groot gevierd wordt. De viering van Aqua trekt heel veel buitenlanders aan. Iedereen die Palmentuin binnenkomt, wordt verwelkomd in de kleuren van de regenboog. Zelfs de mediawerkers zijn niet bespaard gebleven. Ik ben Dinesh Malu van Rani Entertainment. Holy Pagua! Pagua is een heel leuk feest. Pagua is het feest waarbij het goede overwint, het kwade overwint. En dat wordt als een soort, laat zeggen, nieuwjaar gevierd in India. En het is iets dat wij alle Hindoes over de hele wereld vieren. En in Suriname is het uniek. Alle bevolkingsgroepen vieren hier Pagua feest. En dat is het unieke in Suriname. Het bijzondere aan deze viering was de Makanchor-wedstrijd. Een Makanchor-festival. Makanchor is letterlijk vertaald steel de pot. Het is een volksspel wat nu gaande is in India, in Guyana, op Trinidad en overal waar er Hindoes wonen. Waarbij een pot met maken, met honing of met roomboter wordt opgehangen en de mensen moeten dat proberen te pakken. Het is, Krishna, God Krishna was heel dol op maken, op roomboter. En ze moeten proberen het altijd zo hoog mogelijk te bewaren voor hem. Maar het lukte hem altijd om de pot met honing te pakken. Dus dat, en daarom werd hij ook Makanchor genoemd. Deze activiteit is na 50 jaar weer gehouden in Suriname en is gewonnen door Grand Prix Saramaka. En natievorming in Suriname en dat begint hier in Suriname, in Paramaribo.